Leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is een kledingketting video. Ik doe voor het eerst mee met een kledingketting met 6 tassen kleding die hier achter mij staan. Die gaan rond in de buurt. Iedereen stopt er wat kleding in. Je haalt eruit als je het leuk vindt. En je stopt er ook weer wat bij. Ik heb er 3 dingetjes bij gestopt. Deze van Hollister. Deze cropped van de Saar. En deze basic trui van Abercrombie & Fitch. Of hoe je het ook uitspreekt. Ik ga al deze kleding passen. Ik ben heel benieuwd. En laten we kijken hoe het me staat. Hoi, welkom in deze jungle. Ik ga even alles passen voor jullie en voor mezelf. Dit is niet de print waar ik normaal voor zou gaan. But you never know. Ook echt niet mijn maat. Veel te groot. Ik draag ook echt nooit meer jurkjes, omdat ik borstvoeding geef. Dus het is totaal niet borstvoeding proof. Ik moet zeggen, ik vind de kleur daar leuk. Maar ja, dit is niet echt iets wat ik zou dragen, denk ik. Nee. Al vind ik de kleur wel leuk, maar ik vind deze dingen alsof het aan je sleutelbos zit, zeg maar. It's a new for me. Lekker van de Saar. Oh, ik vind dit toch wel wat hebben. Volgens mij, dit is wel een L. Dus het is eigenlijk niet mijn maat. Ik heb maat XSS of zo. Maar ik vind hem echt wel cute. Het is niet mijn maat, hè. Maar ik vind dit echt wel schattig. Ik ben normaal helemaal niet van die knoopjes ook, maar ik vind het wel schattig. Oké, ik ga 1 stapel maken met dingen van maybe. Maar ja, ik voel dit wel. Oké, wat vinden jullie? Echt leuk. Ja. Als ik geen borstvoeding meer geef of ik doe even zo, hup, die eruit. Dat kan ook nog. Oh, leuk. Ja, deze voel ik wel. Ik doe denk ik alles wat ik, waar ik over twijfel, doe ik in de mand. Pas even 2 dingen tegelijkertijd. Dus komen we er nooit, hè? Ik weet niet. Ik vind die bovenste op zich wel leuk staan. Maar ik draag dit in de praktijk niet. Want het is doorschijnend. Ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje... Op zich zou ik hem wel kunnen hebben, denk ik. Maar ik denk niet dat ik dit aan ga doen. En dan vind ik het zonde om hem te houden. Terwijl iemand anders er ook eventueel blij mee kan zijn. Het broekje is echt 3000 maten te groot. Dus that's a new for me. Maar volgens mij heb ik nog wel zo'n broekje. Ik weet niet, ik vind hem zo dan wel weer leuk. Maar ik heb echt zoiets van, ja, ga ik dit dragen? Misschien over een bikini of zo dat dit wel kan. Maar, oh my god. Ja, ik ga dit niet aandoen, denk ik. Oké, misschien komt dit op mijn twijfelstapel. Echt, maar ik vind het ook leuk zo in combinatie met dat broekje. Dat maakt het ook gewoon slecht. Want als je... Ja. Ah. Ja, ik ga hierover twijfelen. Ik heb het idee dat ik het nooit aan ga doen. Maar hij staat nu ineens wel heel leuk. Hoe leuk dat dit gewoon gratis is. Het is je gratis stokkie. Wow. Ja, ik vind hem op zich wel cute, maar niet voor mij. Nee, ik draag dit niet. En mijn borstvoeding is... Ja, mijn borstvoeding zou je hier nog zo misschien kunnen doen. Maar met die hoge top... Nee, ik vind het altijd lastig bij de armen zo. Nee, ik ga dit niet dragen. Dit doet me gewoon denken aan een tent. Ik ben ook wel benieuwd welke maat het is. Ik wil eigenlijk niet te veel naar maten kijken. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik gewoon alles ga passen. 3XL. Ja, dit is wel iets groter dan XS. Nee, dit is echt niet wie ik ben. Lol. Ik voel me echt een boefje. Eerlijk, als ik nog geen Halloween kostuum had gehad, dan had ik misschien dit wel als Halloween boefjes kostuum gedaan. Ik vind het wel echt heerlijk dat hij zakken heeft. Maar dit is ook echt... Ik kan hierin zwemmen. Hij is wel grappig. But nope. Mijn BH komt er onderuit. Nope. It's a no for me. Oeh, velvet. Ik ben dus gek op velvet. Dit is echt een miljoen maten te groot. Nope. Ja, deze broek is toch wel aan de grote kant helaas. Anders had ik deze misschien echt wel leuk gevonden. Het is wel echt skinny. En die trui, ja, dit is hem gewoon niet. Nope. Ah, dat is op zich wel schattig. Maar ik ga dit niet dragen. Hoewel, misschien met sporten. Het is wel echt een lekkere stof. Niet dat ik ooit sport. Maar als ik weer een keer ga sporten, hè.
Keeping the vibe hot. Oké, okay, maybe pile. Nou, wat denk je zelf? Nope. Nope. Ik vind hem wel cute, maar dit is niet mijn kleur. Ik voel me ook wel weer echt 15 of zo. Nope. Nee. Nee. Ik krijg dus nooit roze. En nu weet ik waarom. Oeh, dit is ook echt zo'n zweetstofje. Nope. Nee. Oh, deze schoenen zijn leuk, man. Ze zijn alleen echt... Het is maat 41, dus ik ga dit niet eens passen. Helaas. Beanie time. Nope. It's a no for me. Wel grappig, Bertie. Nee. Wow. Hallo, vriendin. Lekker setje ook, hè? Nou, het rokje sowieso niet. En deze ook niet, maar... Ik denk dat Jeff dit wel leuk vindt. Nee, 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 nee. Deze hot mama laat het even lekker liggen. Deze is gelukkig maar een beetje te groot. Wel jammer. Kijk dan, ik kan hier echt in zwemmen. Nope. Nu moet ik ook wel eerlijk zeggen dat ik alle maten genegeerd heb. Ik ben gewoon benieuwd hoe alles staat. Want dat jurkje die ik net op de... die ik eigenlijk wel leuk vind. Dat is ook een L. En anders had ik hem niet gepast. Maar ik vind hem wel leuk. Oh, en dit is volgens mij ook van de L-stapel. Terwijl dit past best wel goed. Volgens mij is deze te klein gewassen. Nou, allebei niet. Ik vind het stofje niet fijn. Hij zit verder wel mooi. Maar de broek dan. En deze is gewoon te klein in de was gedaan, geloof ik. Nee. Kijk die arm ook. Kooltrui, die doet niet helemaal wat ik wil. Valt ook niet mooi. Nee. Die broek twijfel ik wel over. Los van de gouden details, want ik ben meer een zilvermeisje. Vind ik hem wel mooi zitten. En ik was laatst op zoek naar zo'n soort van leather look. Dat heeft deze wel. Nog heel veel twijfelen. Nee. Wow. Oh, dit is een body, of niet? Nou, misschien voor de kerst of zo. Ik voel me wel zo'n ordinair foute wijfie nu. Kom je met me mee naar de SM-kamer? Die mouwen zijn wel echt... zijn te wijd. Nee, ik denk wel dat dit een body is. Die moet wel echt gewoon goed aansluiten dan. Ja, en de broek is het ook niet voor mij. Geen SM-mama, helaas. Jammer joh, Jeffrey. Oké, okay, deze is echt ook 30.000 maten te groot. En dit shirt zou ik echt nooit aantrekken. Nee. Ah, ik vind deze schattig, man. Oké, okay, ik heb mijn broek zojuist afgestaan aan iemand anders. Kom kijken. Het is echt een mannenbroek, volgens mij. Kijk voor mijn plant. Wie zet de plant dan ook in de deur open? Het staat leuk, oké. Okay. Ah, daar. Kijk hoe leuk die bij Jeff staat. Nou, die houden we dus, maar voor Jeff. En Jeff vond deze ook leuk. En anders zei hij dat hij hem ging stelen, dus yes. Oké, okay, bye bitch. Next. Oké, wederom veel te groot. Ik twijfel wel een beetje over het vest, maar ja, ik weet niet. Ik vind hem echt wel cute. Ik denk dat ik deze hou, omdat ik hem gewoon te cute vind. Lol. Dit staat mij echt niet. Nee. Ah. Oké, okay, het shirtje sowieso niet. Maar de broek, los van dat dit gat wel echt verder gescheurd is dan eigenlijk de bedoeling was volgens mij. Ja, want hij zat ooit zo. Dus het is wel een broek die, ja, helaas hier wel kapot is. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer wat hebben, maar hij is wel iets te ver hier. Ik weet niet. Oké, de broek twijfel ik over. Misschien dat ik hem wel afknip en dat ik er shorts van maak. Ik denk dat ik dat ga doen. Ja. Ja, de broek hou ik, want die zit ook bij mijn billen mooi. I like it. Maar is dit echt een pyjama shirt? Look at the stars and make a wish. Ja, dit is sowieso pyjama. Ik vind het wel leuk, maar ik draag nooit een pyjama, want ik slaap naakt. TMI. We keep the pants, that's for sure. Oh, nu voel ik me echt een schattig meisje. Ik weet niet, dit geeft me een beetje
oma-vibes bij mezelf. Al vind ik hem oma weer een soort van schattig. Maar ja, oma's zijn soms ook best schattig. Nee, dit shirtje wordt hem niet. Het is voor mij echt te snoezig of zo. Ik vind die broek eigenlijk wel heel leuk. Maar ik vind het jammer dat er dan één gat in zit. Dan zou je misschien kunnen zeggen van oké, maak dan een gat aan de andere kant. Maar ik weet niet, volgens mij hoort dit niet in de broek. Je zou kunnen zeggen, maak hier ook een hotpants van. Maar ik vind deze fit dan weer, ik vind hem wel mooi, maar nee. Jammer van dat gat. Anders dan had ik de broek wel gehouden, denk ik. Als die er niet in zat. Hoe zit dit? Huh? Volgens mij is dit zonder mouwtjes. Maar is dit een paar maten te groot voor mij. Sterker nog, volgens mij is het jurkje. Hè? Het doet me meer denken aan een tafelkleed van mijn oma. Nou, dit is een nee. En die broek is ook 3 maten te groot, dus nee. Hey, het is je favoriete hippie. Ik vind dit shirt sowieso niks. En die jurk is echt, of die rok is echt veel te groot voor mij. Allebei nee. Wederom een heerlijke outfit uitgekozen. Ik weet niet wat dit shirt doet, maar nee. En die broek is ook 10.000 maten te groot. Nope. Ik moet zeggen, dit shirtje is niet iets wat ik normaal zou aandoen. Maar ik vind de kleur wel heel leuk. Ik denk niet dat ik hem neem, maar ik vraag me wel af hoe dit op een witte broek zou zijn. Nee, ik doe ze allebei niet. Maar het shirt liet me wel twijfelen. En die broek, nee. En daarnaast is hij hier ook al gerafeld. Dat vind ik wel een beetje jammer. Die stof is gewoon best wel vergaan. Tijd voor jurkjes. Oh, dit was schatje. I think you're cute. Maar zou ik dit ook aandoen? Dat is even de vraag. Oh, ik vind dit dus wel lastig. Want ik vraag me dus oprecht af of ik dit ga dragen. Maar ik vind hem wel heel schattig. En ik vind het stofje ook fijn. Ja, ik denk wel dat ik dit ga dragen. Let's keep her. Ik weet niet of dit überhaupt een jurkje is. Maar nee, ik denk niet dat dit een jurkje is. Anders is hij erg kort. Maar nee. Hier zit het kaartje dus nog aan. Ik draag dus nooit zoiets. Ik moet zeggen, ik vind het wel schattig. Moet ik mijn haar eigenlijk aan deze kant doen natuurlijk. Ik vind het wel schattig, maar ik weet, ik hou niet van dit. En ja, je moet er wel echt een goede BH voor hebben dan. Die ik dus sowieso niet heb. Nee, helaas. Ik moet zeggen, ik vind het wel leuker staan dan verwacht. Maar het is echt niet mijn stijl. Maar eerlijk is eerlijk. Ik vind hem wel leuk staan. Maar ja, het is het niet voor mij. Maar ik vind hem wel een soort van sporty, baggy, cute of zo. Maar ik ga dit nooit dragen. Nee. Ik vind hem leuk, maar ik ga dit nooit dragen. Dus ik geef hem door aan iemand anders. Ik vind het wel echt leuk dat ik op deze manier gewoon echt allemaal dingen pas die ik normaal echt niet uit de trek zou halen. Dat vind ik wel echt leuk. En betaalt geen verzendkosten of wat dan ook. Ik vind het echt zo'n leuk concept. Deze jurk heeft voor mijn gevoel echt een soort van Beatrix vibes. Which I'm not. Nee, ik vind dit echt... Nee, als ik later oma ben misschien, maar dan koop ik zelf wel zo'n jurk. Een oma op een begrafenis. Oh, ik heb dus echt... Ik zie het nu al. Ik heb een hekel aan... Zeg maar, dit is een soort van trend. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar ik hou gewoon echt niet van die zippertrend. Sorry, ik heb het niet begrepen. Google, kun je hier buiten houden? Die audacity. Nee, dus dit is... Nee. Nee. Oeh, made in Italy. Volgens mij is dit een linnen stof. Ik vind de stof echt super mooi. Volgens mij is dit linnen. Het zit vast zo, dus je kan het niet heel veel... Ik kan er niet heel veel anders mee. Ik vind de stof wel echt heel mooi. Het voelt echt gewoon... Ja, je kan het niet voelen, maar het is echt... Volgens mij is dit linnen. Nee, dit gaan we niet dragen. Maar ik vind hem wel leuk. Ik hoop dat iemand hem eruit pakt. Dit is ook echt 20.000 maten te groot. Ik dacht, het is wel mijn kleur, maar... Ja. Met deze tent kan ik niks beginnen. Helaas, pindakaas. Nou, de broek is ook weer... Te groot. En dit shirtje, wat staat erop? Guess. Well, guess what? Nee.
Dit is wel echt zo'n Ibiza-vibe. Nee, die kleur doet echt niks voor mij. Het is echt, echt mijn huidskleur. Die roze details, ja, ik hou ook niet van roze. Dus, nee, ik vind het cute, maar ik laat hem liggen. Nou, hier zit gewoon een vlek op. En toch had ze een passen. Nou, de broek is met de vlek is veel te groot. Ik snap niet waarom je vlekken dingen dan ja, in de tas stopt, maar oké. Ik vind het shirtje op zich wel cute. Maar nee, ik ga dit niet dragen. Oké, dit vest is, of deze trui is echt niet voor mij. En die legging, ik zit te kijken, hoe zit ik nou? Maar dit is een zwangerschapslegging. Tenminste, ja, volgens mij zit zo'n ding in voor zwangere buik. Helaas ben ik nu niet zwanger. Maar ik zit wel te twijfelen. Misschien dat ik deze wel hou voor als ik ooit een keer zwanger ben. Want ik denk wel, ik kan me voorstellen dat je hier echt in wil leven dan. Het is ook een lekkere stof. Ja, en dan doe je er gewoon een shirt over. Ja, ik denk dat ik die zwangerschapslegging wel hou. Just in case. En de trui vind ik op zich wel grappig staan, maar ik ga dit niet dragen. Lol. Nou, dat shirt sowieso niet, maar die broek ook. Normaal zou ik denken, misschien ja, lekkere sweatpants. Maar hij is echt helemaal vergaan, die stof. Wederom een gevalletje van, zal ik hem nu al weggooien of stop ik hem in de tas voor de volgende? Want ik snap gewoon niet waarom je dingen die gewoon kapot zijn of dat stof zeg maar helemaal slecht is, waarom je die dan in de tas voor een volgende stopt. Ik kan me niet voorstellen dat je zelf zo'n broek zou willen, zeg maar. Die, daarom zit hij waarschijnlijk ook in de tas. Maar I don't know. Ik wil niet mean zijn, maar ik snap het gewoon niet zo goed. Ik denk dat ik nu net iets over de helft ben. Bizar veel wel, echt. Love it. Lekker broekie wel. Ik vraag me alleen af of hij niet... Ja, hij is toch net iets te groot, denk ik. I don't know. Dan vind ik hem wel leuk, maar... Ik denk toch, omdat hij dan net iets te groot is, dat ik hem niet ga dragen. En dit shirt. Dit is linnenstof. Ook volgens mij. Wel echt een lekker stofje. Maar ja, wederom... Sowieso ook een paar maten te groot. Maar ik draag het niet, denk ik. Nee. Maar ik vind het wel een mooi shirt. Als je een grotere maat hebt, kan ik me voorstellen dat deze echt heel mooi is. Oké, het einde komt dichterbij. Ik zie nu al dit shirtje en dit broekje. Die zijn het niet voor mij. Nou, shirtje sowieso niet. En broek ook weer een aantal maten te groot. Dus nope. Oké, okay. Volgens mij heb ik een jurkje aan. Maar het jurkje is een nee voor mij. Alhoewel. Ik vind het op zich wel schattig eigenlijk. Maar doe me echt, dit geeft me echt baby shower it's a boy vibes. Maar ik ga dit niet dragen. Ik vind het wel cute eigenlijk. Maar ik ga dit niet dragen. En deze vind ik zo jammer eigenlijk dat het echt 10 uit maat te groot is. Maar dit is dus een... Een skirt, zo noem je dat. Van de Zaar. Superleuk. Dus een rokje, maar tegelijkertijd ook een broekje. Dus super chill. Maar helaas echt veel te groot voor mij. Anders had ik hem echt gehouden. Ik vind hem echt cute. Ja, dit is ook veel te groot. Al vind ik hem ergens wel grappig, maar... Nee, dit vloept anders echt zo hop naar beneden. Daar hebben we geen zin in. Oh, hij moet hier ook vast eigenlijk. Ik denk wel, als je een paar maten groter hebt, dat dit echt zo'n soort... Ja, wel cute pakje is. But not for me. Even wat dingen eroverheen passen. Eerlijk, ik vind hem op zich wel cute. Maar ik draag dus nooit echt blazer dingen. Dus als ik ze aan heb, vind ik het op zich wel leuk staan, maar... Ik denk gewoon niet dat ik het ga dragen. Ik heb ook een leuke die blauw is, zeg maar. En die draag ik ook nooit. Ik weet ook niet meer waar die is. Maar volgens mij heb ik hem naar de kringloop gebracht. Ik vind hem wel leuk eigenlijk. Maar ik denk gewoon dat ik dit nooit ga dragen. En dat misschien ook wel te netjes is voor mij of zo. Ik weet niet. Ik denk zelfs op mijn werk dat ik dit dan niet draag. Dat ik dan gewoon een full-on normale size blazer doe. En dit is een crop blazer. Terwijl ik wel heel vaak cropped dingen draag. Daardoor twijfel ik ook. Maar... Lastig man. Eigenlijk meteen preppy. Maar niet in a bad way. En ik vind het ook wel cute dat die mouwen wat langer zijn. Door een soort van fest vibe geeft.
Maar ook wel weer netjes omdat het zo'n blazer ding vorm heeft. Oké, hier ga ik nog even over twijfelen. Die mand zit best wel vol trouwens, hè? Oh, nog een blazer. Oh! Hallo. Ik dacht dat deze kleur mij niet stond. Maar... ik vind dit best cute. Ik vraag me dus oprecht af of ik dit dan ga dragen. Maar ik vind het wel, zeker zo op wit. Sterker nog, ik vind hem hierop vind ik hem ook leuk. Maar ja, het is dat ik deze sowieso niet neem. Maar ik vind dit wel heel schattig eigenlijk. Hij is omgeslagen. Oh, dat hoort zo. Dat vind ik wel jammer. Dit is een beetje een minder mooie stof. Ik vind deze een beetje cheap eruit zien, die mouwtjes. Terwijl ik dit juist heel fancy eruit vind zien. Ook qua stof of zo. En dan heb je die mouwen en die kun je dus niet... dat kun je ook niet doorknippen, want dat ga je zien. Dus dit blijft zo opgerold. Oké, dan moet ik het niet doen. Nee, want ik ga me dan irriteren aan die mouwen. Terwijl ik hem eigenlijk heel erg leuk vind. Oh, wat jammer dit. Oh, ik vind die kleur leuk, joh. Oh, dit vind ik echt jammer. Ja, nou. Helaas, let it go. Maar dan neem ik die ander ook niet. Want aangezien deze echt veel leuker is dan deze... en ik hier dan al op afknap, dan ga ik die ander ook niet dragen. Dus nee, moet allebei niet. Oh ja, dan kun je misschien wel denken van... ja, maar het is toch allemaal gratis, Eline. Dat is ook zo, maar ik vind toch... ook al is het gratis of niet... ik vind dat ik het alleen mag houden als ik er ook voor zou betalen eventueel. Want als het dan gratis is en mijn kast hangt vol met dingen die ik niet draag... dan vind ik dat gewoon zonde. En los daarvan, misschien vindt iemand anders het wel heel erg leuk. En als ik het dan neem, dan ontneem ik iemand anders de kans om er iets mee te doen of zo. Dat vind ik gewoon niet fair. Deze brengt me echt terug naar mijn emo-meisje tijd. Wat staat erop? Dear Unstable Ambrose. Oké, dat vind ik wel een beetje heftig. Ik moet zeggen, qua trui vind ik hem echt lekker. Zo baggy. Zo'n vest. Heerlijk. Maar door die tekst, ik knap echt af op de tekst. Ik vind echt, de tekst moet mij echt een soort van representen. Anders dan hoeft het voor mij niet. Oké, ik denk dat de video behoorlijk lang is geworden, dus er komt sowieso een tweede deel. Doe vast een duimpje omhoog voor dit deel als je het leuk vond. Dan weet ik ook dat ik dit soort video's vaker moet maken. En alvast bedankt voor het kijken en tot het volgende deel. Doei!